naderen nu langzaam de eerste verjaardag van deze oorlog in Oekraïne. En het is duidelijk dat zowel de Russen als de Oekraïners deze oorlog niet kunnen winnen. Poetin schijnt steeds roekelozer en emotioneler te worden. Maar ook president Zelensky van Oekraïne wil niet opgeven en wil al het grondgebied terugveroveren. Waaronder ook de Krim. Zelensky wil de grenzen herstellen en terug naar de situatie zoals die was in 1991. Ik zou willen zeggen, hij liever dan ik. Hè? Stel je voor dat ik terug moest naar de situatie van 1991. Ja, dat is niet best. Maar goed, terug naar de oorlog. Want wat vanaf dag 1 duidelijk is, is dat wij in Europa eigenlijk ook in oorlog zijn met de Russen. De Oekraïners voeren onze oorlog. Die fruitschaal, die fruitmand die je zag staan in die kapot gebombardeerde flat in Dnipro gisteren. Dat zijn onze appels, als ik het zo mag zeggen. Oké, een beetje dramatisch wel. Het zijn ook onze appels. Nou raakt mij dat persoonlijk niet zo heel erg, omdat ik nooit echt appels heb gegeten. Want hoe moet je met zo'n gebit een appel eten? Dat gaat niet. Je glijdt de hele tijd uit. Nou, Duitsland gaf dus deze week groen licht om Leopard-tanks te leveren aan Oekraïne. Nee, een Leopard-tank. Ja, dankjewel. Er gaan 100 stuks naar het front en de vraag is of dat een gamechanger gaat zijn. De Duitse tanks zijn de meest geavanceerde ter wereld. Ze kunnen zeer gericht schieten, ze zijn zeer goed bepanserd en daarnaast... Daarnaast zit er ook een navigatie- en achteruitrijcamera op. Superhandig, als Google Maps het niet doet. Of als je moeite hebt met inparkeren. En voor alle zuurpruimen die nu gaan zeggen, ja, maar zo'n tank, dat is dus super milieu-onvriendelijk. Nou, dat dacht ik niet. Met een verbruik van 340 liter per 100 kilometer op de weg of 530 liter op ruw terrein, wordt hij wel bij de zuinige tanks gerekend. Superzuinig. Dus, dat is dikke vette pech voor al die Russische grenssteden die snel een lage emissiezone hadden ingevoerd. Want deze tanks mogen gewoon naar binnen. Het lijkt of er met het nieuws over de tanks een soort golf van opluchting door Europa gaat. Alsof iedereen nu denkt, oh, nu gaat het heel snel afgelopen zijn. Er is een ander verwachtingspatroon. Alhoewel er altijd weer andere mensen zijn die dat verwachtingspatroon willen ondermijnen. Dus we moeten geen overdreven verwachtingen creëren nu. Die tank, een tank is iets heel concreet. Iedereen kan zich dat voorstellen. Dat is zowat een symbool geworden. Maar met 100 tanks win je geen oorlog tegen Rusland. Oh. Oké, Sven Biskop, meneer de defensiespecialist. Maar Oekraïne heeft nu wel 100 supertanks tot zijn beschikking. Stel dat Oekraïne een offensief lanceert en 100 tanks inzet, ja, na een veldslag blijven daar misschien 50 van over. Oké, meneer de pessimist. Nou, dan zouden het er nog maar 50 zijn. Maar dan zijn er dus nu nog 100. En er is op korte termijn een momentum om Poetin af te schrikken en pijn te doen. Iedereen is nu gefocust op de korte termijn. Die 100 tanks ongeveer waarvan men spreekt. Maar die kunnen volgende maand misschien allemaal uitgeschakeld zijn. Jezus, partypoeper! Doe eens even, ik heb het opgezocht. Deze man is getrouwd. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan is dan. Ja, ik kan nu wel ja gaan zeggen, maar ja, dan focussen we ons wel heel erg op de korte termijn. En misschien ben ik volgende maand wel weer verliefd op iemand anders, ja. Dat is dus de zeer gewenste bijdrage geweest van Duitsland aan deze strijd. Maar er zijn meer landen in Europa. En wij in België laten geen kans onbenut om mee te doen met de grote jongens. Dus is de vraag aan onze minister van Defensie, Ludovien de Donder. Hey, ja, wat hebben wij in de aanbieding? Kijk, wij hebben geen leopardtanks, maar wel een bril met luipaardmotief. Die hebben we wel. En, ja... Die heeft de minister al opgezet. Maar wat is onze bijdrage aan deze oorlog? Nous appelons monsieur Poutine à arrêter son invasion, à stopper ses attaques contre la population ukrainienne et à revenir à la table des négociations. We hebben Rusland gevraagd om de oorlog te stoppen. Je kunt het altijd proberen. Je kunt het altijd proberen. En het is niet de eerste poging door een Belg om Rusland met woorden te stoppen. Charles Michel heeft het ook al eens geprobeerd. Russia, stop the war. Go home, let's talk. Maar dat heeft niemand kunnen verstaan, dus...
Altijd goed om nog een poging te doen. Vrijdag werd door de regering bekendgemaakt dat we voor 94 miljoen aan militair materieel sturen. En wat is dat dan? Dat is de grote vraag. Ook aan de stafchef van het leger, Michel Hofman. Want kijk, wij produceren geen nieuwe tanks. Dat is jammer enerzijds, maar anderzijds... Maar anderzijds hebben we in de Belgische industrie, in bepaalde bedrijven, nog... chassis of oude tanks die eventueel met een, met een refurbishment eigenlijk in orde te brengen en aan te bieden. Okay. Yes! We gaan gewoon oude tanks refurbishen. Dat is gewoon pimp my tank. Boom! Ik ga weer kijken. Ja, toch. Wat een goed idee. Wat een goed idee. Er zitten ook allemaal voertuigen tussen die blijkbaar ook ongeschikt zijn... en zelfs te gevaarlijk zijn voor Belgische militairen. Dat is briljant. Dit is briljant. Het gaat onder meer over oude Volvo N10 cargo trucks. En een aantal van die dingen hebben ze onlangs nog geprobeerd bij Defensie te verkopen. Via hun website, tweedehands. Kijk, er ontbreekt een lamp, de radiator lekt, er is geen dekcel en hij heeft startproblemen. Nou... Als ze allemaal in deze staat verkeren, dan snap ik waarom ze gevaarlijk en ongeschikt zijn. Het zou dus om 230 voertuigen gaan, maar volgens onze minister van Defensie is dat geheim. Om operationele veiligheidsredenen gaan we niet verder in detail in op de specifieke aantallen van het geleverde materieel. Maar het stond al in de krant. Het stond al in de krant. Oké, dus we sturen materieel, wat het eigenlijk niet meer doet... en zomaar in pannen kan vallen en we zeggen niet hoeveel het is. En ik las ook nog dit. Een 74-jarige graaf uit Beervelde gaat jeeps naar het front rijden. In zijn eentje. Wauw. Wat de fok is dit allemaal? Kijk, ik denk dat deze Belgische cocktail, namelijk opgepimpte oude tanks sturen, een onbekend aantal voertuigen die niet meer werken en jeeps die bestuurd worden door een 74-jarige gast met een kasteel en dat inzetten tegen een Vladimir Poetin die emotioneel en labiel is, dat dat niet echt een gamechanger in deze oorlog gaat zijn. Dus, dank Duitsland voor die Leopards. Want het gaat niet de Belgische absurditeit zijn die deze oorlog gaat beslissen.